FireAlpaca is een gratis programma waarmee je kunt tekenen en foto's bewerken met veel opties. Je kunt ook prima met de muis werken, ook omdat er met schablonen wordt gewerkt. Omdat er zoveel te bekijken is in FireAlpaca, krijg je een overzicht in 3 how-to's. Je surft naar firealpaca.com/download. Hier kies je een versie, bijvoorbeeld 64-bit zip. Het programma wordt uitgepakt. Daarna kun je het openen door op het exe-bestand te dubbelklikken. De versie staat wel vol met reclameuitingen, maar die kun je simpel wegklikken. Dat is overigens alleen bij het opstarten. Zoals eerder aangegeven zijn de mogelijkheden erg uitgebreid. In de eerste 2 how-to's kijken we dan ook naar een aantal tekenopties en in de 3e kijken we naar het bewerken van een foto. Via File New open je een nieuwe afbeelding. Je kunt hier in 3 tabs een schabloon configureren. Standaard, comic of animatie. Ik kies standaard. Je kunt hier breedte en hoogte opgeven. Dat kan in pixels of centimeters, dan wel in inch. Of je kiest een papierformaat, bijvoorbeeld A4. De maten worden aangepast in centimeters. Je vindt hier ook je geschiedenis, zodat je snel een eerder gekozen formaat kunt selecteren. Bovenaan vind je de menubalk. Via Window kun je aangeven welke vensters je in beeld wilt hebben. Via de onderste optie schakel je ze allemaal uit. Druk op de tabtoets om de vensters weer in beeld te krijgen. Aan de linkerkant vind je de verschillende gereedschappen. Bovenaan zie je de optiebalk. Steeds als je een ander gereedschap selecteert, past deze balk zich aan. Met deze vensters kun je kleur, dikte en transparantie van het tekengereedschap bepalen. We bekijken een aantal tekenmogelijkheden. De pen is geselecteerd. Deze knoppen zijn erg handig om ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren. Of je kiest een schabloon onder Brush, bijvoorbeeld Star. Ook hier kun je weer allerlei opties aangeven, bijvoorbeeld de grootte per ster. Hier zie je steeds het voorbeeld. Ook het formaat kun je wijzigen. Als je inzoomt, dat kan met het scrollwieltje en de controltoets, kun je het effect goed bekijken. Door in de gereedschapsbalk een andere optie te kiezen, worden ook bovenaan de mogelijkheden aangepast. Nu kun je rechthoeken met opvulling tekenen en steeds de opties wijzigen. En uiteraard is dit het gereedschap waarmee je delen kunt verwijderen en steeds weer de dikte kunt bepalen. Als je alles wilt verwijderen, gebruik je de sneltoets Ctrl+A om alles te selecteren en daarna druk je op de Delete-toets. Tot zover deze eerste how-to over FireAlpaca. In de 2e kijken we onder andere naar de interessante snapbalk en het werken met lagen.